Stichting Topsportopleiding Tilburg, het Koning Willem II College en Campus 013 maken het voor kinderen mogelijk om topsportontwikkeling en schoolopleiding te combineren. Zo gaan topprestaties in de sport en op school hand in hand. Genomineerd voor de Mariska Lipse Award 2022-2023. Zijn bijnaam is de Hulk. Kickbokser Javin Bergmans. Hij werd al op jonge leeftijd gespot. Lucas Otten. Deze middenvelder ziet scherp waar ruimte zit. Julia Sneeuwenhoek. Javin is 5 als hij start met kickboksen. Hij is 7 als hij tweede wordt op het WK. 12 als hij het EK wint. En 13 als hij Nederlands kampioen wordt. Kracht, talent en discipline maken hem tot een gevreesde tegenstander. De brugklasser traint 14 uur per week en werkt eraan zijn boksnelheid op te voeren. Zijn ambitie? Wereldkampioen worden! Op de atletiekbaan valt de toen 8-jarige Lucas meteen op en wordt gevraagd voor horden en verspringen. Hij is een perfectionist die eraan werkt precies de juiste stapgrootte te zetten vanaf het startblok tot de horde. 16 jaar, HAVO 5, opstaan, school, avondeten, trainen, slapen, opstaan en weer doorgaan. Op naar de finale NK en internationaal uitkomen voor Nederland. Vijf jaar en dan al druk met vrouwenvoetbal. Enkele jaren later verslaat Julia's meidenteam een jongensteam. Nu speelt ze voor Sparta vrouwenvoetbal. Een op- en top teamspeler die met inzicht en techniek de bal perfect weet te passen. Ze traint op het snel en doeltreffend spelen van lange ballen. 15 jaar, MAVO 4, nooit voor achter thuis. Haar ambitie? De Eredivisie.